Volk van Suriname, arbeiders van Suriname. Het is 1 mei, de internationale dag van de arbeid, oftewel Rokomandé. Alle Rokomans, nanga alle Rokouma, de festeriu, nanga dedici. Te midden van de financiële crisis en de COVID-19 pandemie gaan we deze dag herdenken. Ik wens jullie allemaal een bezinningsvolle dag toe. Deze dag is een eerbetoon aan alle werknemers die een bijdrage leveren aan het gezond maken van onze economie en de versterking van de natie Suriname. Ik ben blij met de rechten en vrijheden die ons regeringssysteem garandeert, namelijk geen discriminatie op het werk, geen discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, lichamelijke beperking, gender, maar ook het recht om lid te worden van een vakbond. De financiële crisis die in de afgelopen 10 jaar is ontstaan, heeft de samenleving en vele bedrijven ontwricht, waardoor er banen verloren zijn gegaan. Bovendien is de financiële crisis in ons land gaan verergeren door de COVID-19-pandemie. COVID-19 is een uitdaging voor deze generatie. In deze pandemie moet de regering nauw samenwerken met een ieder, maar in het bijzonder met de werkgevers en vakbonden. En dit is de oproep die deze regering vanaf haar aantreden ook elke keer uit. Alleen samen kunnen we de financiële crisis, de door de COVID-19-pandemie ontstaande economische crisis en het bestrijden van armoede oplossen. Samen moeten we de toekomst van het land en van ons allemaal veilig stellen. Daarom is in deze pandemie discipline en toewijding van onze hardwerkende arbeiders van eminent belang om de basis te leggen voor een nieuw Suriname. Door transparant en prudent beleid van deze regering gaat het steeds beter met Suriname. Maar er zijn nog een aantal dingen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat de economie gaat groeien. Dit gaan we doen door COVID-19 te blijven bestrijden en een agressief beleid te voeren om die trage economie verder te stimuleren. Als president heb ik de volle overtuiging dat er een goede toekomst in het verschiet ligt voor het volk. Ik zet me daarom met mijn regeerteam in om de economie te herstellen en banen te creëren, want werk is de motor die een economie vooruit drijft. Een baan is meer dan een bron van inkomsten. Het is een bron van trots, een bron van zelfrespect. Werk zorgt ervoor dat zegeningen van het leven en het nastreven van geluk de samenleving ten goede zullen komen. Ik werk niet alleen voor deze generatie, Lobby Brada Nassisa, maar ook voor de toekomstige generaties, voor uw kindskinderen. En ik garandeer u dat de leefbaarheid zal worden verbeterd. Aukom Boomba Kananga Sranang. Volgt u de projecten van onze regering. Maar ook de positieve samenwerkingsresultaten die we hebben bereikt met internationale financiële instituten voor financiële ondersteuning van ons land. Dit bereiken we omdat er vertrouwen is in deze regering. Op deze dag van de arbeid geef ik het volgende mee. Ik werk dag en nacht met mijn regeerteam. Ik blijf elke dag vechten. Elk uur, elke minuut, elke seconde om die zwakke economie en de financiële crisis op het juiste spoor te krijgen. Volk van Suriname, we zijn u niet vergeten. We roken tranga. Misab dat we lossen uit dangra onu, maar we roken tranga. En die oplossing gaat komen. En deze regering is nu bezig, nu met de 4e COVID-19 financiële steun. Uno vergiet uno. Registreer uzelf. Ook zijn we in gesprek met de vakbonden
om overeenstemming te bereiken ten einde de koopkracht te versterken met structurele maatregelen. De prijzen in de winkels en de prijzen van basisgoederen zullen worden verlaagd met integrale maatregelen. Deze regering is eerst gestart met de urgentiefase, die we aan het afronden zijn. Hierna volgt de herstel- en groeifase. Maar inmiddels zien we dat de eerste vruchten hiervan zich beginnen af te werpen op het gebied van herstel van onze economie. Het succes van dit land hangt af van de inspanning van ons om de deur naar een betere toekomst te openen. Vele landen over de hele wereld geven grote bedragen uit om te voorkomen dat hun economieën instorten en om voor hun volk te zorgen. Louis Bradangasisa, wij hebben die grote bedragen nog niet. We zitten als regering met een enorme schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar. Hoewel onze financiële ruimte thans beperkt is, helpen wij ondernemers. Ook startende ondernemers helpen we. En mensen die het minder goed hebben. Waaruit financieren we dat? Ja, uit onze eigen besparingen. Als president doe ik een beroep op de werkgevers om er alles aan te doen om hun werknemers te behouden en hen door deze moeilijke periode heen te helpen. Laten we solidair zijn naar elkaar toe. Maar houdt u zich aan de COVID-19 maatregelen, zodat we naar het nieuwe normaal kunnen. Samen kunnen we de strijd aan. Aan de arbeiders vraag ik om in deze zeer moeilijke tijd de hoop niet te verliezen en geloof te hebben in een goede toekomst voor ons allen. Boonting okong. Met de financiële steun die we binnenkort zullen ontvangen van de internationale financiële instituten en met de intensieve uitvoering van het herstelprogramma zullen wij de economie weer gezond maken, werkgelegenheid creëren en koopkracht versterken. Loi brada nangasisa. Ik wens u allen een bezinnings- en hoopvolle recommandé toe. God bless you.